Voor DVS TV Journaal natuurlijk even een update wat betreft de gezondheid van onze Daan Huiskamp, eerste keeper van DVS 33. Daan, wat was eigenlijk precies de uitkomst van die operatie? Poeh, Piet. Tijdje geleden alweer, hè? Ja, vandaag, 4 weken geleden. Gaat hard. Uitkomst was 4 weken geleden. Meneer Huiskamp stopte maar mee. Kraakbeenschade gevonden in mijn enkel. Botsplinters weggehaald. En ja, dat was slecht nieuws. En 2 weken geleden bij een andere orthopeed geweest. Die uit de voetbal komt, zeg maar. Dat is de oude clubarts van Vitesse. En die heeft maar gewoon gezegd: stoppen, nee, niks ervan. We gaan gewoon lekker verder. De kraakbeenschade die je hebt, dat valt prima mee te voetballen. Dus we gaan gewoon nu lekker fit worden. Goh, ja, was er zelf ook al heel positief over. Hè? En ik dacht al van, toen ik dat eerste verhaal hoorde, ik denk, ja, dit kun je dan wel zijn positief. Maar de realiteit is gewoon anders. Maar je begint gelijk te krijgen. En ik zit met verbazing te kijken hoe gezond je alweer niet bezig bent. Nou ja, we zijn er nog lang niet. Maar zolang er nog een beetje hoop was. En ik ben geopereerd door een orthopeed die niet uit de sportwereld komt. En ik ben zelf ook een positief ingesteld mens. En tot nu toe betaalt ze zich uit. Dus wat dat betreft nogmaals langer weg te gaan. Alleen het begin is er. En je krijgt van DVS alle gelegenheid om te revalideren. En dan vervolgens weer te kijken naar de toekomst? In principe wel. Vorige week gesprek gehad met de technische commissie hier. Wat je zegt, ze geven me de tijd en de ruimte om fit te worden. En als ik eenmaal fit ben, dan moeten we maar zien wat er gaat gebeuren. Dan ga je toch nog dat mooie sprookje wat verleden jaar uiteindelijk mooi geëindigd is in dat kampioenschap. Ga je in de topklasse nog weer een keer meemaken, hè, Daan? Dat is wel mijn hoop, ja. Inderdaad, ja. Ja. Dat is mooi. En dan wensen we je namens DVS TV heel veel succes mee, jongen. Dankjewel, Pieter. Onder andere Daan Huiskamp hebben we geïnterviewd op het weekjournaal van DVS TV. En daar hoort natuurlijk eigenlijk ook bij Ronald Hoek. Maar die is wat stapjes verder. Ronald, afgelopen vrijdagavond, dat moet je toch wel geweldig goed gedaan hebben. Nou, het heeft me wel goed gedaan, ja. Na 9,5 maand blessure leidt eindelijk weer een officiële wedstrijd erin. Ja, en een volledige pot, hè. En je was de laatste minuut nog net zo snel als de eerste. Nou, dat zegt misschien meer dan wat over mijn snelheid, maar nee, ja, qua fitheid moet je nog wat kleine stappen maken. Alleen ja, je weet dat je eraan komt en dat je na 9,5 maand ook nog niet kan verwachten dat je al op dit niveau zomaar even mee kan doen. Ja, jullie praten natuurlijk wel over topklasse niveau. Ja. Hey, voel jij wel het volle vertrouwen in je knie? Ja, geen enkele twijfel over. Geen enkele twijfel, dat is wel heel belangrijk, hè? Ja, nou ja, goed, zeker na de tweede operatie hebben ze natuurlijk een stuk uit mijn knie gehaald. Dus ja, kapot kan het niet meer. Het is er al uit. Het voelt ook sterk, daaromheen ook. Ja, nou ja, ik heb goede begeleidingen gehad vanuit de club. En ik denk dat gewoon een goede basis is om dit seizoen gewoon goed af te maken. Ja. En je bent van plan om gewoon weer je in de basis te spelen? Nou ja, anders was ik niet meer teruggekomen, Piet. Dus die ambitie heb ik zeker. Ja, precies. En die ambitie, die ziet de TC ook? Dat zou uit mijn spel moeten blijken, maar ja, uit mijn woorden denk ik wel. Ja, uit je woorden sowieso. Maar ben je in gesprek ook met de TC over het volgende seizoen en verloop van dit seizoen verder? Nou, niet over verloop verder van dit seizoen. We hebben begin december geloof ik een gesprek gehad. Nou, daar nadrukkelijk aangeven dat ik mijn focus wil houden op mijn herstel en op mijn fitheid. Om vervolgens daaruit weer verder te kijken wat ik nog kan bijbrengen en bijdragen dit seizoen. En dan gaan we wel even verder kijken naar volgend seizoen. Okay. Wat heel veel supporters van DVS TV waarschijnlijk nog niet weten, dat is dat jij ook gewoon je trainingspapieren hebt, hè? Ja, ik heb met deze twee. DC2, hè? Dan mag je clubs trainen tot en met de? Tweede klas.
Dus, tweede klasse. Dus FC Horst, kijk maar uit. Je zou bijvoorbeeld ook een fantastische assistent-trainer kunnen zijn van een goede topklasse. Alles kan, Piet. Je weet niet hoe het loopt allemaal in de toekomst. Precies, ja, die toekomst, dat konden we daar maar in kijken. Hè. Maar ik denk dat je jezelf in ieder geval nog fit genoeg vindt om nog niet over een trainersloopbaan na te denken. Nee, ik wil gewoon zo lang mogelijk voetballen en het liefst tot mijn 35ste. Nou ja, mijn lichaam bepaalt en zeker nu mijn knie bepaalt tot hoe lang ik dat mag doen. Hoe oud ben je nu als ik maar vragen mag? 30. Oh, wat een heerlijke jonge god nog. Ja, maar goed, jouw knie is ook naar de... Nou, je weet wel. Galamiche. Dat ja. Hij ziet er fantastisch uit, hoor. Ja, ook van binnen? Ja, absoluut, absoluut. Heb jij nog wat te zeggen tegen Daan Huiskamp? Nou ja, goed. Daan, ik heb natuurlijk een tijd lang in hetzelfde schuitje gezeten. Ik moet even kijken wat mijn zaak benemen. Ja, mag ik het zeggen? Okay. Ik heb toestemming. Ik denk dat Daan gewoon een hele lastige periode achter de rug heeft. En misschien nog steeds wel een beetje in zit. Alleen hij heeft één voordeel. Het dieptepunt is geweest. En hij kan gewoon ergens naartoe werken. En dat gaat hem met zijn motivatie en met zijn drive gaat hem dat zeker lukken. Ja. En je praat natuurlijk regelmatig met elkaar. Dus jij pept Daan natuurlijk nu gewoon enorm op. Nou ja, afgelopen maanden hebben we elkaar de kop al gek zat gemaakt. En dat gaat ook nog wel de komende maanden gebeuren. Okay. Hey, ga je nog regelmatig met Basiel ook kleren kopen samen? Arnhem of Apeldoorn of wat dan ook? Nee, we doen meestal wel online. Weekamps niet heel goed bevallen. Hij heeft weer wat dingen retour gestuurd. Maar hij heeft ook je hebt zijn kleren gezien. Ja, dat spreekt voor zich. Maar ja, want heb je nog trouwplannen of niet? Wie ik? Ja? Ik ben 3,5 jaar geleden getrouwd, Piet. Oh, en toen waren die trouwjurken nog hartstikke duur. Want nu bij Zeeman €30, hè? Is dat zo? Ja, dat is echt waar. €30 heb je gewoon echt een prachtige bruidsjurk. Nou ja, ik zou wat spelers bij ons erop attenderen. Want volgens mij moet er een aantal nog aan de vriendin. Ja, precies. Oké. Okay. Nou, Ronald, bedankt voor dit interview. Ik wens je ongelooflijk veel succes dit seizoen. Ik hoop echt van ganser harte dat je weer helemaal in de basis terugkeert, jongen. Dankjewel, Piet. Traditioneel voor DVS TV het gesprek met Roeland. Roeland, afgelopen vrijdagavond moet je toch wel even heerlijk genoten hebben. Ja, jij ook? Ja, ik vond het echt meer dan geweldig. En ja, met name dan, hij is ook op Facebook gekomen, dat zesde doelpunt, het eerste doelpunt naar de tweede helft. Ja, dit was een hele mooie. Dat was inderdaad het korte spel wat we graag zien. En mooi afgemaakt, goede voorzet. Goed afgemaakt. Dus zijn mooie goals. Daar kun je van genieten, denk ik. Maar ook de andere goals waren gewoon hartstikke mooi. En ik denk, gezien de hele wedstrijd, kan ik die jongens alleen maar een groot compliment maken. Gewoon puur alleen al als je de discipline kunt opbrengen om gewoon 90 minuten lang zeg maar, te blijven voetballen. Blijven druk zetten. Blijven combineren. Je maakt 5 goals voor rust en na rust, vlak voor rust had je nog even een periode dat iets minder was. Maar na rust ga je gewoon op dezelfde manier verder als wij in het begin van de wedstrijd mee begonnen was. Dus in hoog tempo spelen ook. Ja, en dan komt die 10 in zicht en je zag in de groep dat ze, dat ze daar echt wel achteraan wouden. En mooie beleving. Toch nog die gretigheid en met name dan zo'n Ayri Pinazzi die dan toch nog knalhard doorgaat. Hè? Ondanks toch zijn betaald voetbalverleden. Maar het maakt allemaal niks uit of je tegen de vierde klasse speelt of wat dan ook. Maar gewoon doorknallen. Ja, was mooi. Kijk, we werden natuurlijk gewoon door ons positiespel al heel ver teruggedrongen. En dan moet je vaak keuze maken van kun je er dan nog doorheen voetballen in de hele drukke 16 meter. Maar een andere oplossing is ook gewoon schieten vanuit de tweede lijn. En dat deed hij inderdaad ook een aantal keren. Oké. Okay. Het schijnt dat je ook nog tijd hebt om wat clinics te geven hier en daar. Je wordt gevraagd. Komt dat door je speciale visie op voetbalgebied? Nou ja, dat weet ik niet. Kijk, ik heb gewoon een eigen bedrijfje daarin en waar ik gewoon veel les geef, zeg maar. Ik geef 2 cursussen in de week, dus TC3.
En daarnaast word ik nog wel eens gevraagd inderdaad om clubs te helpen. Nog wel eens op voetbaltechnisch beleid, maar ook nog wel eens om trainers op te leiden en zo. En dat vind ik hartstikke leuk, doe ik met veel plezier. En daar heb ik ook de tijd voor om dat goed voor te bereiden. Ja, ik doel eigenlijk op WHC, hè, de WZP. Daar moet je niet te veel mee aan de gang, want die moeten we gewoon in de eerste klasse houden. Ja, ik ben nu daar met de jeugd bezig, dus dat duurt nog even voordat die doorkomen. Oké, goed. Maar daar geef je een kliniek en word je verder, ja, verder natuurlijk ook nog laatst die lezing. Komt dat nou puur ook omdat je die visie uitdraagt die zo typisch is voor jou? En waarvan ik bij weinig trainers ook wat terugzie eigenlijk. Nou, sommige dingen wel. Dus laatst het trainerscongres wel. Dus dan ging het wel daarom, om het spel. Maar goed, kijk, zoals WAC, dat is ook meer vanuit mijn rol als docent. Docent voetbal dan. Maar goed, ja, ook je bouwt een netwerk op in Oost. Ik heb natuurlijk heel veel cursussen al gegeven de afgelopen jaren. En zo kom je veel oud-cursisten weer tegen als trainers. Maar soms ook in een beleidsmatige functie. Dus van de week ben ik ook bij een club geweest waarin we gewoon over selectiebeleid hebben gepraat. En op een iets lager niveau. Maar die hebben daar behoefte aan en dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Hoe bouwt zich nou, dat vind ik heel interessant, zo'n visie die jij hebt, hoe bouwt zich dat nou op? Door veel naar ploegen te kijken, door het dan daarna je eigen te maken, door het daarna vervolgens uit te werken en dan in de praktijk hierop te trainen? Ja, het is vooral je moet gewoon veel kijken. Dus je kijkt op een bepaalde manier naar voetbal. Ik kijk op een bepaalde manier dat ik in ieder geval wil genieten van voetballen. Dus de ploegen die aantrekkelijk voetbal spelen, daar kan ik van genieten. En dan ben ik geïnteresseerd van hoe bouwen ze dat op? Hoe zijn trainingsmethodes? Dus ik lees veel boeken over bepaalde trainers. Voor de rest is het veel ervaren, dus zelf ook veel doen. Ook veel zelf trainingsvormen bedenken. Proberen eigenlijk om je visie, de manier waarop je wil spelen, om dat eigenlijk gewoon door middel van trainingsvormen eigenlijk steeds terug te laten komen. En het is ook een bepaalde structuur waar je aan vasthoudt. Iedere keer maar weer hetzelfde doen. Duidelijkheid geven, duidelijk aangeven ook waar je mee bezig bent met elkaar. Ja, zo bouw je dat eigenlijk een beetje op. Dus je verzamelt eigenlijk overal wat informatie. En ik adviseer ook vaak trainers om gewoon, zet je visie gewoon eens op papier. Hè. Dat heb ik ook. Ik heb gewoon een bestand tegenwoordig. Hè. Heb je dat? Ik heb geen papier meer. Maar gewoon een bestand waarin ik gewoon eigenlijk alles uitwerk. En soms hoor ik weer wat dingen en denk van, hey, daar ga ik mee aan de slag. Dat ga ik uitwerken. En dan voeg ik dat weer daarbij aan toe. Op welke manier speelt Kozakken Boys? Ja, dan moet ik even teruggaan naar die eerste wedstrijd en in de huidige analyse, die heb ik al even kort doorgelezen. Maar goed, het is in ieder geval, hebben zij een beetje traditioneel denk ik wel, traditioneel 4-3 met snelle buitenkanten. Veel beweging zit er wel in de ploeg, achterin zijn ze ook heel degelijk, geven weinig weg. Dus ja, ik denk, kijk, kwalitatief is het gewoon een hele goede ploeg, ze hebben kwalitatief hele goede spelers. En ja, ik moet er eerlijk gezegd nog even goed in duiken of ze echt heel duidelijk een speelplan hebben. Maar ze hebben wel heel veel kwaliteit. Ja, ook zij zijn kwetsbaar. Dat is gebleken bij HHC, dat is gebleken bij hen thuis tegen Spakenburg. Ja, maar dan noem je natuurlijk ook wel twee goede tegenstanders op. En volgens mij laten we niet zo heel veel liggen tegen ploegen die wat in de onderste regionen staan. Maar goed, wij moeten naar onszelf kijken. En ik denk in dit geval betekent dat voor ons even dat wij een aantal hele goede teams hebben gehad. Dus Katwijk hebben we twee keer verloren, we hebben Barendrecht twee keer verloren, wat hele goede teams waren. Ja, en eigenlijk moeten we dat nu gewoon een keer doorbreken. Hè. Dat is het mooiste. Dus ik denk dat dit ook een van de beste teams in deze topklasse is. Samen met die twee die ik net noemde. Ja, en nu is het mooi even dat ik een keer kan doorbreken. Dat je nu toch eens een keer kan stunten. Want zowel tegen Katwijk als tegen Barendrecht hebben jullie bewezen dat je toch dichter tegenaan zit dan in de eerste helft van de competitie. En dat mag je zaterdag dan tegen Kozakken Boys gaan bewijzen. Ja, we hebben het in ieder geval beter gedaan. Dat mag duidelijk zijn.
Alleen het is nog steeds 0 punten. En uiteindelijk wil je ook... Ja, misschien is het soms ook met wat minder voetbal. Kijk, tegen Katwijk hebben we ook niet heel erg fantastisch gevoetbald. Maar bleven we toch al redelijk lang in de wedstrijd. En zit je toch nog heel dicht tegen een punt aan. En ja, goed, eigenlijk hebben we wel... Barendrecht hebben we toch al een beetje benaderd als graadmeter. Dus kunnen we eigenlijk helemaal vanuit ons eigen spel... daar heel goed weerstand bieden. Nou goed, ik vond ook dat we daar heel lang en kort dicht tegenaan zaten. Maar op een gegeven moment zag je ook wel de individuele kwaliteiten bij hun. En nu, ja, nu moeten we kijken of we zaterdag weer de boel zo goed kunnen organiseren dat wij daar kunnen stunten. Ik zag afgelopen vrijdagavond dat zulke mannen als Ronald Hoek en Heiko Epe er toch weer aankomen. Dat moet je goed doen. Absoluut, want je komt ook in een periode nu dat er wat kaarten her en der erbij komen en dat dus schorsingen gaat opleveren. En dan is het prettig dat je dat soort jongens erbij hebt. En beide spelers hebben veel gespeeld de afgelopen periode. Daar hebben we ook bewust voor gekozen. Dus ook veel in tweede gespeeld. Heiko is ook met onder 23 weer mee vanavond. Dus die houden ritme en dan kun je ze ook in bekerwedstrijden goed inzetten. Dus dat is van belang. Hele goede zaak. Heel veel succes aanstaande zaterdag. Tegen Kozakkenboys. Dank u wel.